Vreda nu. Je weet het meteen. Bredana Robert van der Korput, beter bekend als DJ Hartwell, is een van de populairste DJ's van dit moment. En zeker ook een van de bekendste Bredana's in de wereld. Eerder dit jaar onthulde hij zijn wassenbeeld in het Amsterdamse museum Madame Tussauds, maakte hij diverse documentaires over zijn leven als DJ en vandaag krijgt hij zijn eigen fotoboek. Trots? Ja, ontzettend trots. Ik bedoel, ja, het is gewoon weer een nieuwe mijlpaal, weet je wel, in je carrière. We hebben 2 documentaires gedaan natuurlijk en nou in één keer een fotoboek wat weer compleet iets anders is. 2 Years is One, de 2 meest hectische jaren van mijn carrière. Dat het zo mooi vastgelegd is door Joep van Aert is natuurlijk wel echt fantastisch mooi. Hoe ben je erbij gekomen om DJ Hartwell te volgen en fotograferen? Ja, dat is eigenlijk heel erg toevallig gegaan. We ontmoeten elkaar in hier in een café in Breda eigenlijk. En ja, we stonden eigenlijk te praten, lekker met een biertje gewoon even te kletsen. En toen vroeg ik hem of ik niet een keer een show van hem mocht fotograferen. En hij zei toen eigenlijk gelijk van ja, zou je niet met me mee op tour willen? Dus ja, toen probeerde ik nog een soort van zo van ja, het lijkt me wel leuk. Maar van binnen dacht ik natuurlijk van ja, tuurlijk zeg maar. Wat vind je de mooiste foto? De mooiste foto vind ik eigenlijk de foto met mijn moeder. Er zat een foto met mijn moeder in dat ik net bekroond ben voor de eerste keer als nummer 1 van de wereld. Ik kom van het podium af en ik word in de armen gesloten van mijn moeder die helemaal trots en geëmotioneerd is. En dat is zo'n foto met zoveel emotionele lading voor mij en je ziet het ook echt op die foto. Dus dat is wel mijn favoriete foto. 1, 2, 3, let's go! Dit was mijn eerste weekend Tomorrowland en alles staat nog op mijn netvlies geschreven. Dus echt super mooi was dit. En zelfs nog back-to-back met Chesto. Wat vind jij zo gaaf aan DJ Hartwell zelf? Ik vind het gewoon bijzonder dat hij zelf is begonnen met de Bobbling Beats natuurlijk. Daar is hij met die CD's begonnen. Hij is helemaal van zichzelf heeft hij zich er naartoe gewerkt. Zijn eigen label natuurlijk gestart in 2010 volgens mij was het. En ja, ik volg hem eigenlijk sinds die tijd al. Dus dat is eigenlijk de DJ waar ik dan eigenlijk een soort van mee groot geworden ben. En hoe is het dan uiteindelijk om zo'n beroemdheid te volgen? Ja, heel tof. Tijdens het schieten had ik nooit zo heel erg door dat ik, voor mij was het altijd gewoon Robert, zeg maar. En zo heb ik hem leren kennen en zo voelde dat ook tijdens het schieten. Dus ik denk dat het ook wel de goede basis was voor ons om samen te werken. Zo voelde dat ook heel vertrouwd. Maar vooral toen ik in Lissabon met hem mee was, begreep ik ineens en zag ik ineens heel erg wat hij betekende voor zijn fans. En dat vond ik wel heel bijzonder, dat ik echt zag van ja, voor heel veel fans is hij zo belangrijk en zijn muziek en heeft hij echt iets betekend voor hun in hun leven. En dat vond ik echt heel bijzonder om dat mee te maken. En het grappige is dat je hem dus, ja, dat hij daar dan dus het ene moment dus voor 20.000 mensen staat te draaien en iedereen zijn naam schreeuwt en een handtekening wil en met hem op de foto wil. En dan loopt hij letterlijk de andere kant op en dan is het gewoon weer Robert, weet je wel. Hij is het ook als hij daar staat, maar dan is hij weer gewoon die gewone jongen, zeg maar.